de snelste stap genomen en de rest wiel in wiel de rest achteraan. Voilà, met tweede, dus 54. Dat is een startrenner om in één keer los te laten. Hoi! Thank you.
E, come on now. Vedi.
Na dann kommst du. Ja, hinten und dann. Ja, hinten. Terug naar het podium, hij retourneert voor het podium. De boeren die gaan eruit. Lander hier vandaan, Lander Tibaks. Meijer. Ja, gedurende stoppen, Nele van Maldegem mag de tijd voor de overigen is het laatste ronde. Laatste ronde. Laatste ronde. Ja, dat laatste ronde voor Dylan de Bunder. Zijn dat er wel veel vastgelopen? Ja.
dat wel nergens speelt, hè? De gedummelde verlaten de wedstrijd. De gedummelde mogen de wedstrijd verlaten. De laatste ronde voor de gedummelde. Verlaten de wedstrijd. Dat was helemaal een kerk. Ja, vandaag hier de winnaarwedstrijd bij de dames. Einde wedstrijd voor iedereen nu. Is niet nodig. Iedereen mag nu de wedstrijd later. Einde wedstrijd. Voilà, en hier is de winnaar bij de heren junioren. Voilà, de buit is binnen. Ja. Goed gedaan, dikste, controlste, laten we staan. Knappere mond gedaan op het einde. De derde plaats is voor René Spermans. De vierde is van Dennis Blomme. En de linkse plaats hebben we hier. En dat is dus Simons en Thomas Severy. Die is de plaats voor. Dan van de climax. Vervolgens is het Jarne de Meijer. Natuurlijk wel vanaf 19 december, 13 uur, 7 uur, voor het pijn is niet te missen. Met z'n allen gaan we er tegenaan om de mentijd. En die man, de punter, krijgt de pechprijs en hij is de plaatselijke wet, die toch wel verdienstelijk heeft gegeven. Die man, de punter. Ik hoop dat hij. Wie? Want dat zal het weer al zonder contact en belofte. En dan stopt dat elke kleur. En ook daar in die laatste wedstrijd. En de kleur. Dus Dylan de Peuter geeft de prijs en die komt op. Wordt geparkeerd door Axel Beraert en Jent. Niet derde, hè? Nee, je bent leidster in het algemene klassement. Daarom. Dat Ik weet dat je dat maakt niet uit, want het is de eerste tweede en de lijstje van het algemene klassement. Jenter gaat er maar bij staan. Goed, dat is goed hoor. Jarne Bolden en Dylan de Peuter. Ja, Jarne Bolden die worden nog gevraagd en ook Dylan de Peuter. Voilà, hier staan de meisjes en de bloemetjes komen eraan. Bloemen, organisator, ja, we zullen ze zelf moeten. Tussen de Jan. Voilà. Ja, geef ze maar een luid applaus, dacht ik, hè? Natuurlijk wel. Voilà, dames en heren, die staan in hun clubtrui. Sjane Maas, de winnares, Axel Bellaert als tweede en Jente Bons, leidster van het klassement. Geef ze nog maar een applaus bij. Alsjeblieft. Dylan de Peuter, wat ben je daar? Hier is hem. Geert door Maarten van Staaien, die gaat ernaast staan. En op de derde plek hier Glenn Eestermans. Die komt er nog bij. Jarne Bodon, dat hij het klassement leidt. En ook Dylan de Peuter, de plaatselijke vedette, mag er bijstaan. Strijdlust had hij en die krijgt daar. Wat krijgt hij de volgende keer? Oh, voilà, alsjeblieft voor de plaatselijke vedette hier. Dylan de Peuter,
Voilà, lekker mee. De bloemetjes neer, Dylan. Bloemetjes moet je even laten aan de winnaar. Voilà, zo is dat. Met felicitaties ook. En luid applaus. Mag ik dat horen? Ja, dat is beter, dat is beter. Dat is goed. Bewazen. We hebben bewazen dat ze op kijk geweest is. In een bed. We laten staan ze weer en krijgen ze nog een applaus. Hè. Zo is dat. Zo doen we dat. Schitterend, hè, mannen. Dit hebben jullie prachtig afgewerkt. De wedstrijd goed in handen pakken. Van in de start. Ja, mijn start was supergoed. En, ja, ik voelde me wel sterk vandaag. Ja, hebben we gezien. Je was ook sterk, hè? Je was bijzonder goed. Je reed ver van de rest weg. Ja, dat kwam wel de vorige week was het iets minder, maar vandaag super schoon parcours ook. En, ja. Het is natuurlijk een parcours, wanneer je echt sterk bent, dan kan je dat hier echt wel laten zien. Ja, dat denk ik wel. En technisch, dat moeten we wel liggen, dus ja, het ging heel goed. Dat is een pony in je rug, want met zo'n overwinning dan sta je weer al sterker van onderin, denk ik. Het zelfvertrouwen en zo is belangrijk. Ja, dat is wel vrij belangrijk en ik denk wel dat dat nu helemaal terug is. Jullie hebben al gewonnen? Nee, is maar twee. En dus er komt er nog een pak bij komen nu. Dat wordt het. Proficiat, blijf er maar voor gaan.